is ook dadelijk een junior partijzing en die gaat over 3 keer 2 minuten en de heren boksen tot de 52 kilo van klasse. Daar ziet u Peter van Wonden als trainer achter staan. En van de boksvereniging Hilden was het al gezegd. Daar zien we Oe en Tim Otke Nenning en Victor Winkel. Nou weet ik dat die ene meneer Oe is, en of die andere meneer nou Tim of Victor is, dat weet ik niet. Come on, Ali.
Ja, immer Ali. Komm Ali. In den Körper. Ja, schon wieder. Aufwärts, Ali. Schon wieder. Ali. Schon wieder bitte. Ali. 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 De boxer in de blauwe broek krijgt een openbare waarschuwing voor het inkomen met zijn hoofd. Oh ja, die haben sind auf der Internetseite mit deinem Namen drauf, dass sie sich da runterladen. Und was damit anfangen? Ja, 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 wir haben die veröffentlicht mit bei uns. Also den Link zu dem. Extra nochmal geguckt, womit du das schießt. Eine Minolta. Eine Nikon, ja, ja. Komm mal, die! Die Folge!
Ali, du bleibst vorne. Du, ja genau. Du, geh. Hey, Ali. Terwijl wij even wachten op de uitslag, kan ik u vertellen, dan kunt u even kijken hoe de stand u ervan heeft, dat de heren scheidsrechters ook twee sterkprijzen hebben gegeven. Eén voor de meest technische jongen en één voor de jongen die vandaag de beste boksprestatie heeft neergezet. De 2-1 uitslag heeft gewonnen de blauwe rok. Ja!